Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we een aantal wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. Boven het noorden van Frankrijk zat veel meer bewolking, daar valt regen. In Nederland schijnt in eerste instantie nog de zon van tijd tot tijd afgewisseld met die wolkenvelden, maar vanuit het zuiden gaat geleidelijk wel de bewolking toenemen en vanmiddag trekken de eerste buien dan vanuit het zuiden het land binnen. De temperatuur loopt voor de buien nog op naar zo'n 22 graden, maar als de bewolking eenmaal te dik is, dan wordt het een graad of 19 à 20. De buien breiden zich richting het noorden uit, en ook vanavond kan de her en der een bui vallen, al zal het meestal droog zijn. De temperaturen dalen in de loop van de avond weer naar een graad of 17. Komende nacht trekken de buien grotendeels weg, maar toch kan de morgen van de oostelijke provincies nog een enkele lokale bui vallen. Verder schijnt opnieuw van tijd tot tijd de zon, en het westen houdt het droog. Het wordt zo'n 20 à 21 graden, de wind is vrij rustig. Woensdag, donderdag en vrijdag houden we zonnige periode. Zeer lokaal valt er misschien een buitje, maar meestal is het droog. Eerst is het 18 tot 20 graden. Vrijdag wordt het mogelijk nog wat warmer, 20 tot misschien zelfs 22 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.